Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl op de satellietbeelden van Europa kunnen we zien dat een uitgestrekt wolkendek over Nederland trekt. En uit die wolken, daar valt ook inmiddels regen. Als we naar het radarbeeld gaan kijken, dan zien we dat ook een, een massief regengebied trekt over Nederland. De hele middag zal het regenachtig blijven. Het kan soms echt even flink doorregenen. Ook de avondspits moeten we toch rekening mee houden dat het echt flink nat is. Pas in de loop van de avond wordt het geleidelijk aan vanuit het zuidwesten droger. In Zeeland verschijnen dan ook al de Eerste opklaringen. Zo overwegen de avond is het een graad of 4 en dat alles bij een matige noordwestenwind. Komende nacht trekt de regen dan uiteindelijk overal weg, klaart het ook flink op. De wind wordt wat minder, zo zwak tot matig kracht 2 tot 4. En daarbij kan de temperatuur dalen tot net iets boven het vriespunt. Maar morgenochtend in eerste instantie heel vriendelijk weer, van tijd tot tijd zon, maar ook wolken. In de kustgebieden blijft het tamelijk zonnig en op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts daar ontstaan een heleboel stapelwolken. Dan wordt het uiteindelijk zelfs zwaar bewolkt. En die stapelwolken gaan ook uitgroeien tot een aantal buien die van zuidwest naar noordoost dan over het land trekken. Bij een enkele bui kan ook hagel zitten. De wind is matig uit westelijke richtingen en het wordt zo'n 8 of 9 graden. Dan dragen daarna, op een goede vrijdag, dan begint de dag bijna overal droog, met ook nog wat zon, met name in de noordelijke helft van het land. Al vrij snel neemt de bewolking in het zuiden geleidelijk aan toe, en dan later in de middag volgt daar ook regen, maar die regen bereikt het noorden waarschijnlijk niet. Er waait een matige zuidoostenwind en het wordt zo'n 11 of 12 graden. En dat is toch wel wat winst ten opzichte van vandaag. Dan op zaterdag dan is het weer wat wisselvalliger met wolken, maar ook buien en een paar zonnige momenten. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. En dan op zondag dan is het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog, maar wel weer ietsje kouder, zo'n 7 of 8 graden. Dan kijken we dan tenslotte nog even naar de lange termijn, de 15 dagense verwachting. Dan zien we dat in de loop van volgende week de temperatuur toch echt duidelijk boven de 10 graden uit gaat komen. En in sommige regio's misschien wel op 15 graden. En dan kunnen we toch echt gaan spreken van lenteweer. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.